Maar nog veel spannender was, welk orkest zou uiteindelijk met het hoogste aantal punten naar huis gaan? Voor de korpsen een zenuwslopende vraag. U ziet vanavond een selectie uit de vele optredens die zondag plaatsvonden. Genoegen uit Leiden. Beschermheer van deze band is de voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, Elko Brinkman. Evenals een Partij van de Arbeid-collega Thijs Wultgens is hij bij de finale aanwezig. Gunst en genoegen uit Leiden. Ik dacht dat eigenlijk van wat ik nu aan showwedstrijden heb gezien tot nu toe wel de meeste indruk heeft gemaakt. Maar toch niet omdat het van uw collega minister Brinkman is? Omdat het toevallig inderdaad de vereniging van Brinkman is. Nee, ik moet eerlijk zeggen, hier kan ik dus heel objectief in zijn. Maar misschien ook dat in tegenstelling tot de jury bij mij de laatste indrukken altijd ook de indrukken zijn die dan de meeste indruk blijven maken. Fantastisch. Ja? Doet je hart als Leiden nou goed. En ze hebben maandenlang geoefend, avond en avond in de week. Prachtige show, het hele veld goed bespeeld, zeer goede team bespeeld. Ja, het meeste is er al uit hoor. Regenachtig. Geeft niks. Nee, maar niet uit. Maar niet uit. Nee, echt niet. Lopen. Liever even naar hartstikke heet. Ja, ja, maakt niet uit. Ging heerlijk. We zijn dik tevreden. Alleen jammer van het weer. Maar ja, wij zijn gewend. Vorige keer was het 40, 50 graden bijna. En nu een dikke bui. Maar dat maakt niet uit. Regen of geen regen, in Kerkrade bleef het een groot feest. Ook de Canadezen en de Spanjaarden konden regen. En toen niet de prijsuitreiking. Het pasveerkorps uit Leeuwarden werd kampioen bij de Mars. 91,6 punten. De eerste prijsuitreiking van de zijde. Bij de show eindigde Kunst en Genoegen uit Leiden met het hoogste aantal punten. 94 punten. De eerste prijsuitreiking van de zijde.
prize for his distinction. Geweldig. Ik vind het echt onwijs wat hier gebeurt. De regen doet me niks meer. Echt niet. Heerlijk, ja heerlijk. Zou ik dan lekker feest vieren? Zo ongelooflijk. Ja, echt fantastisch gewoon. We zijn weer wereldkampioen, maar nu op de show. Dus het gaat. En op de mars zijn we tweede geworden. Zeg het maar tegen. Zo het licht in het jaar in het gezin. Zo mooi, zo mooi. Hey! Eigenlijk is iedere keer de afsluiting van deze van de showwedstrijden. Het mooiste belevenis als al die muziekgezelschappen al spelend hier. Dit prachtige sportpark betreden. En vanavond of vanmiddag was natuurlijk de mooiste afsluiting. Eigenlijk het mooiste wat ik nu vind is wat u op dit moment plaatsvindt. Dat de wereldkampioen, machtige wereldkampioen show, een verbroeding te doen spreiden. Dit is ongelooflijk, dat hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben morgen allemaal een kaarten. Letterlijk, dat zie je ook merken in de stad. Iedereen loopt een beetje verdwaald rond. Weet niet wat hij moet doen, kan zijn ID kwijt. Maar snel daarna beginnen het rondefestival in Kerkrade. Dus volgende week zitten we weer 14 dagen met muziek. Het 12e Wereldmuziekconcours 1993 is afgelopen. Kerkrade, haar bevolking, de deelnemers en de talloze toeschouwers beleeft iets bijzonders de afgelopen maand. Tot slot nog één keer de kampioen van de showwedstrijd, Kunst en Genoegen uit Leiden. Volgende week woensdag in Markant Achterland een verslag van de Rap en Ruig race die in juni plaatsvond in Vinkeveen. Graag tot dan.